Jurgen Matthij, wij schrokken best wel aan het einde van de wedstrijd. Wat gebeurde daar met de schoen van Joey Konings? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat dat allemaal voorkomen had kunnen worden als de scheids gewoon fluit voor overtreding van volgens mij Dessus op mij. Maar tegenwoordig wachten we allemaal op de VAR voordat de VAR iets beslist. En als hij gewoon zelf durft te fluiten, want in mijn ogen was het gewoon overtreding daarvoor. Waardoor ik op de grond viel en ja, kijk, op dat moment gooi je zelf, gooi je hoofd voor die bal en hij raakte hem in mijn gezicht. Maar voor mij had hij geen rood hoeven krijgen en zoals ik al zei, als de scheids gewoon zelf fluit, dan was deze situatie helemaal niet aanwezig geweest. Heb je geen last van? Nee, eigenlijk vanaf het moment dat het gebeurde, ik voelde wel dat hij raak was. Alleen, nee, ja, het viel allemaal wel mee, zoals ik al zei. En, ik denk, je schrikt wel, omdat het toch, je ziet een schoen best dichtbij komen. Dus je schrikt, maar ja, het viel gelukkig allemaal reuze. Het was vandaag voor allebei de ploegen denk ik een lastige wedstrijd, hè? Ja, ik denk dat we hadden beide moeite om te voetballen en misschien dat we een betere bal in de ploeg hielden. Alleen, ik denk dat we het verdedigend met z'n allen wel redelijk goed deden en hun ook, waardoor ja, er heel weinig gebeurde in de wedstrijd. En, laten we zeggen dat we hebben het goed volgehouden tot het einde en uiteindelijk moet je gewoon blij zijn en accepteren dat het maar één punt is en weer een puntje erbij. Je zegt, ja, het was lastig om ook te voetballen. Hoe komt het dat het juist lastig was? Je zegt, want het verdedigt het goed voor elkaar, maar wat zorgde er juist voor dat het zo lastig was om er doorheen te komen? Nou ja, ik denk dat hun ons snel onder druk zetten, waardoor wij vrij snel de lange bal gingen spelen. En misschien dat wij in momenten ook te snel de lange bal gingen spelen in plaats van voetballen alleen. Wij kozen er gewoon voor om vanuit de tweede bal te gaan spelen in het veld. En op zich was dat voor ons prima. Alleen, ja, ik denk dat wel voor zorgde dat er weinig rust bij ons kwam. En waardoor we niet echt aan voetballen toe kwamen. Ja, het was inderdaad vaak ook de lange bal naar voren. Slordig, balverlies vaak. Ballen die makkelijk werden ingeleverd. Ook in de momenten dat je om kan schakelen als Sparta zijnde. Dat er vaak die laatste bal ook net niet lekker viel. Ja, ik denk vooral richting het einde van de wedstrijd dat we er kwamen er een aantal keer goed uit. Ja, dan moet je wat zorgvuldiger omgaan met je kans. Alleen de laatste pas was niet goed. Dat is jammer, want ik denk dat je hem er wel wat uit had kunnen slepen. Misschien onverdiend, maar dat maakt ook niet uit. Alleen, dat is jammer. Alleen, uiteindelijk toch blij met een puntje. Ik denk zeker als je vooraf zegt, van, nou, je speelt tegen Heracles. Hè, goede ploeg, goed seizoen ook dit jaar. Je pakt een punt, denk ik dat je vooraf zou zeggen, van, nou, dat zou helemaal niet slecht zijn. Ja, ik denk dat wij gewoon, elk punt is voor ons gewoon mooi meegenomen. En we spelen thuis en daar presteren wij gewoon heel goed. Dus ik denk dat wij het iedereen lastig kunnen maken. En ik denk zeker omdat je thuis speelt, dan ga je gewoon vol voor die drie punten. Alleen, ja, dat zat er niet in. Alleen ik denk dat qua werken en wil, dat was allemaal goed. Dus laten we in ieder geval hopen dat we volgende week hetzelfde doen. Alleen aan de punten mee winnen. Is het een lastige wedstrijd? Hou je er wel een punt aan over? Je weet niet te scoren. Wat leer je nou van zo'n wedstrijd als ploeg zijnde? Nou, ik denk gewoon dat wij tot de laatste seconde hebben met z'n allen ervoor gewerkt. En, ja, ik denk dat wat je zelf zegt. Kijk, de eindpas was niet goed. Maar zeker als we de bal niet hadden, dan we vochten gewoon voor elke meter met z'n allen. En, ja, dat is in ieder geval een stuk beter dan wat we tegen Willem II hebben gedaan. Dus we hebben onze rug, vind ik, redelijk gerecht. Alleen, helaas is het maar één puntje.